Ik vind het voedsel het meest interessant van alle materialen om mee te werken. Omdat het gewoon is waar ons leven over gaat. Het is gewoon de essentie van het leven. After graduating from the Eindhoven Design Academy in the year 2000, Marije Vogelzang started to specialize in eating design. Moved by the power of food as a basis for design, Marije became a pioneer in eating design. She designs projects for hospitals, museums, and restaurants worldwide. Marije works as a consultant for the food industry and lectures all over the world. Her designs appeared in publications like the New York Times Magazine and are exhibited in galleries like the Axis Gallery in Tokyo. Als je als ontwerper met voedsel werkt, dan is 1 en 1 is 2. En dan zeg je bent een food designer. Maar dat voedsel dat is perfect ontworpen door de natuur. Daar hoef ik niks meer aan te doen. Dus vind ik het veel interessanter om te kijken naar het werkwoord eten. Dus dat is het eten zelf, maar ook het delen van eten, of het transporteren van eten, of het klaarmaken van het eten, of het groeien van het eten. En in die zin vind ik het werkwoord eten interessant en noem ik mezelf een eetontwerper of een eating designer. Dit gaat over het Schielandshuis in Rotterdam, dus het gaat over Rotterdam. En het gaat vooral over de oorlogswinter, die in Rotterdam natuurlijk heel sterk was. Ik heb hapjes gemaakt van originele oorlogsrecepten. Dus ik ben naar het Verzetsmuseum gegaan en ik vroeg, heb je nog recepten? En ze had handgeschreven met vlees, met SCH en zo. En die heb ik gewoon letterlijk gemaakt, maar dan in hele kleine hapjes. En op een kartonnen bordje geserveerd als een rantsoen. Enkele van hen die hadden ook nog de oorlog meegemaakt. En die hadden dus meer dan 65 jaar niet deze smaken in hun mond geproefd. En doordat ze dat deden, kregen ze herinneringen van die tijd die ze allang vergeten dachten te zijn. En dat vond ik heel bijzonder. Het waren hele treurige herinneringen, maar ik begreep wel dat als je een materiaal moet kiezen als ontwerper en je kiest voedsel, dat je dan met iets bezig bent waarmee je echt mensen kunt raken. En dat vind ik wel heel bijzonder. Het project wat ik in Hongarije heb gedaan, dat heet Eat Love Budapest. En dat was een project waarbij zigeunervrouwen mensen gingen voeden. Dus met de hand of met een lepel. En daarbij hun levensverhaal vertelden. Je moet weten dat in Hongarije er een grote issue is met de integratie van deze minderheidsgroepering. En ik dacht van, als je daar een project mee zou willen doen, hoe kun je dan zorgen dat mensen meer begrip gaan hebben voor die andere groep? Ik heb een installatie bedacht waar je onder een tafel zit. Een tafel die is door poten gezet. En daar is een tafelkleed overheen gelegd. Dus je zit eigenlijk in je tentje. En die ander die voedt jou eigenlijk onder dat kleed door. Maar je weet niet wie degene is die jou voedt. Ik denk dat als je gevoed wordt door iemand en diegene vertelt ook een heel intiem verhaal over haarzelf en jou, dat je diegene niet kunt haten. Immanuel Kant die zegt, als je samen het brood breekt, dan breek je minder snel elkaars nek. Dat is het idee. En ik hoop dat omdat mensen niet weten wie het was, dat ze zeg maar de grotere link kunnen maken naar de hele groepering. En weet dat iedereen een verhaal achter zich heeft. Marije Vogelzang's designs urge for a more conscious approach to food. She uses the universal language of food to pose and elicit questions. She works out her ideas in sketchy illustrations to communicate with clients and her public. Omdat je een tekening maakt, maak je door middel van een paar lijnen een aanzet voor een fantasierijk nieuw idee. En dan hoop ik dat mensen daar zelf ook op verder kunnen borduren. Ik denk dat die tekeningen veel meer emotie uitstralen, dat heel veel karakter hebben. En daar gaat het natuurlijk met eten ook over. Ik vind het heel interessant ook om voor bijvoorbeeld voedingsmiddelenindustrie te werken. Omdat je dan boven in de keten kunt zitten
en een klein idee kunt implanteren wat heel groot kan uitkristalliseren. Een voorbeeld daarvan is dat ik met een fastfoodketen bezig ben om te kijken in hoeverre zij biologisch kunnen gaan. Ik vind het heel erg leuk dat ik daar als klein schakeltje in kan zitten, want dat kan natuurlijk op een hele grote schaal worden toegepast. Ik hoop met mijn werk andere mensen ook te inspireren om ook iets met voedsel te gaan doen. Want er valt nog zoveel te doen in de wereld van voedsel. Voedsel is de grootste industrie op aarde. En er zijn zoveel dingen aan de hand op dit moment. Ik denk dat er heel veel creativiteit nodig is om daarmee bezig te gaan.